welkom bij deel 2 van mijn slijmcollectie. Ik was gisteren begonnen en daar heb ik al flink wat slijm laten zien van mijn slijmcollectie. Maar ik moest plotseling ophouden, want het was al heel laat en Gamer Papa wilde graag opnemen. Dus nu ga ik weer vrolijk verder. Dit is mijn lipbalmslijm en als je heel goed kijkt kan je zien dat er ook nog wat verschillende kleuren in zit. Het klopt, want toen ik klaar was met het maken van mijn lipbalmslijm ging ik kijken van nou, als ik ander lijm gebruik, wat gebeurt er dan? Dus deed ik een soort lijmtestje erbij in die video. En daardoor had ik verschillende kleuren, waardoor je dat net nog kon zien. Nou, ik pak zo mijn slijm uit mijn potje. En ik vind hem eigenlijk nog best wel goed. Plakt hier en daar een beetje aan mijn vingers. Maar verder, hij is nog echt heel mooi. Lekker speelbaar, goed rekbaar. En ja... Een heel mooi recept dus. Lipbalmslijm zo te zien blijft heel mooi bewaard. Ik spiek even op mijn blaadje. Hoe oud is dit? Dit is al 4 maanden oud. Ik heb dit dus 4 maanden geleden gemaakt en gewoon in een potje bewaard. En nou, perfect eigenlijk. Hij is echt heel leuk. Leuk om mee te spelen en... Kijk goed, ik ben er heel blij mee. Ik ben er heel tevreden over. Een heel mooi recept. Even kijken of het nog lekker ruikt, want ik had lipbalm gebruikt voor lekker rook. Oh, hij ruikt lekker! Ik kan meteen de geur ontdekken. Ik had druiven lipbalm gebruikt. En hij ruikt heerlijk naar druiven. Dit is echt werkelijk waar. Had ik maar een geurcamera om aan jullie te laten zien hoe lekker dit ruikt. Ik ben hier super blij mee. Ik ga dit recept wel een keer vaker gebruiken, denk ik. En kijken of ik daar leuke verpakkingen mee kan maken. Heb je ideeën voor me? Laat ze dan absoluut weten. Perfect. Heel mooi. En dan gaan we verder. Dan ga ik naar mijn vaseline slijm. Dit is dus ook meer dan 4 maanden oud. Op dit moment zit hij op 18 weken. Voelt enorm plakkerig aan. Ik ga even kijken of ik dit een beetje voorzichtig met een lepeltje of zo hieruit kan scheppen. Hij gaat dan mega plakkerig zijn, dus ik ga misschien weer wat nieuw wasmiddel erbij moeten doen om hem weer goed te krijgen. Nou, ik ga hem eerst even in mijn bakje scheppen. Nou, dit is zo in mijn bakje. Een plakkerig zooi eigenlijk. Helemaal geen leuk slijm meer. Dus ik ga gewoon kijken als ik er weer wasmiddel bij doe, of dat dan verbetert, of het dan weer beter wordt. Nou, ik ga steeds maar even beetje bij beetje erbij doen en dan een beetje kneden. En dan hopelijk over een minuutje of 5 of 10, als ik dit lang genoeg heb gedaan, kan ik jullie slijm laten zien wat weer geweldig is. En het lijkt weer net bubblegum slijm. Helemaal leuk weer. Gewoon echt gaaf weer om mee te spelen. Na dus meer dan 4 maanden, dus echt 18 weken oud is dit nu al. Ziet er nog steeds heel mooi uit. Heeft nog steeds gewoon de geur van de wasmiddel. En is gewoon heel erg leuk nog steeds om mee te spelen. Dus als je naar bewaren ziet dat het echt een plakkerige zooi is. Waarvan je denkt, nou dat is hem helemaal niet meer. Gewoon weer opnieuw. Zelf de wasmiddel erbij gooien wat je gebruikt had toen je hem had gemaakt. En dan is het eigenlijk weer net bubblegum slijm. Helemaal goed. Oké, leuk. Ik vind hem weer echt fantastisch. Mooi weer. Lekker om mee te spelen. Gaan wij verder met de volgende. En dan kikkerslijm. Had ik hier in een potje bewaard. Kikkerslijm is 19 weken oud. Ik zie dus dat er een dikke laag is en een waterlaagje erboven. Ik ga altijd eerst even ruiken of het nog goed is. Hij ruikt heel gek, maar hij ruikt naar mijn potje. Dit is een potje met een soort met sandwichpret. En daar ruikt hij eigenlijk naar. Dus volgens mij moet ik het maar gewoon proberen. Even kijken. Zo.
Nou, dit is eigenlijk al goed. Ik ga hier nog even een keer aan ruiken. Ja, hij is nog goed. Een goed recept dus, nog helemaal goed. Hij is lekker dik en eigenlijk minder stretchy dan toen die was. Maar ik ga kijken of ik het water wat je daarin ziet, zie je dat water daarin? Als ik dat er weer in kan kneden, dan wordt die weer lekker slijmerig. Ik zet even mijn camera uit en ik ga gewoon lekker doorkneden. En hopelijk kan ik jou weer heerlijke kikkerslijm laten zien. Ik heb zo'n beetje al het water er alweer in gekregen. En zoals je ziet wordt het al wel wat meer speelbaarder. Ja, het blijft nog wel minder stretchy dan toen ik het gemaakt had. En minder slijmerig dan toen ik het gemaakt had. Dus ik weet niet hoe lang ik dit nog zou kunnen bewaren. Maar goed, hij is nu al 19 weken oud. En nou ja, dit vind ik eigenlijk nog steeds heel leuk om mee te spelen. Moet je maar luisteren. Nou, leuk toch? Ik had ook al als tip gekregen op mijn eerste slijmvideo dat harde slijm, wat echt heel hard is geworden, je nog wel goed zou kunnen krijgen door het met warm water, geloof ik, of zo warm te maken. Ik heb alleen geen magnetron, jammer genoeg, meer tot mijn beschikking. Ik zal kunnen kijken of ik straks wat water kan koken om bepaalde slijmstukken te proberen. Maar goed, voor nu, na... Wat was het? 19 weken vind ik dit nog wel even leuk, zeg maar, om mee te spelen. Hoewel die minder stretchy is en slijmerig is dan toen ik hem had gemaakt. Oké, de volgende. En door er dus weer wasmiddel bij te doen, wordt dit dus weer het resultaat. Gewoonweg weer leuk om mee te spelen. Slijm wat gewoon nog steeds goed is. Wat dus heel erg lang te bewaren is 23 weken. 23 weken geleden heb ik dit gemaakt. En je kan het dus eigenlijk dus best een poos bewaren. En wanneer je er weer mee wil spelen en het is gewoon echt nat en het lijkt niet meer goed, dan doe je er weer wasmiddel bij totdat het niet meer plakt en je er weer mee kan spelen. En dan komen we bij mijn ijsslijm. Kijk. Van 6 maanden oud. En daar gaan we daar even naar kijken. Het bestaat uit water. Hier zie je dus een waterdeel in. Dat heb je altijd als je met lensvloeistof werkt. Ik ga even ruiken. Ja, hij ruikt nog helemaal goed. En het slijmgedeelte. Dus wat echt heel dik is. En als je dus al dat water er weer in kneedt, dan wordt het weer fijn aan slijm. Dus zoals je nu ziet is het weer niet zo stretchy. Het is gewoon heel erg dik slijm. Ik ga nou al dat watergedeelte er weer in proberen te kneden. Duurt vaak wel 10 minuten, soms zelfs 15 minuten. En dan ga ik je het resultaat laten zien hoe het er dan uitziet. Nogmaals, 6 maanden oud. En zo, wanneer je dus al het water er weer in doet, dan krijg je dus weer echt slijm. Zoals het gewoon echt leuk is om mee te spelen. Nou, een kei leuk recept. Kei goed moet ik eigenlijk zeggen. Heel goed recept. Heel erg lang bewaarbaar. 6 maanden geleden heb ik dit dus gemaakt. Nou, heel erg goed. Heel erg leuk. Maar volgens mij is dit gemaakt met zeemanlijm. En dat is dus eigenlijk bijna niet meer te koop. Heel erg jammer. Want zoals je ziet, dit is gewoon slijm zoals je echt zou willen hebben. En goed kan bewaren. En echt heel erg lang kan bewaren. Hoor maar. Lekker hè? Ja, oké, nou we gaan door. En dan monsterslijm, 7 maanden oud. 7 maanden geleden heb ik dit gemaakt. Nou, hij is nog steeds goed. Ik dacht de laatste keer dat ik een collectievideo maakte dat dat het was. Langer zou het niet meer meegaan, dacht ik. Het was de laatste keer dat ik hem nog aan jullie kon laten zien. Maar dat was inmiddels 12 weken geleden en het is nog steeds leuk. Luister. Nou, leuk toch? Dit is ook een heel goed recept. Monsterslijm. Geweldig. Ik bewaar dit trouwens in een plastic boterhamzakje en dan in dit bakje.
En daar heb ik natuurlijk ogen bij om het monstertje gewoon leuk en compleet te maken. Ik weet het niet, de vorige keer zei ik dat het waarschijnlijk de laatste keer was dat ik hem nog aan jullie kon laten zien. Maar zoals jullie zien, het is nog steeds leuk, het is nog steeds goed. En ja, hij heeft wel heel veel veerkracht verloren, dat wel. Maar ik vind hem leuk. Ik vind hem nog steeds leuk en mooi. En hij ruikt ook nog eens nog lekker naar wasmiddel. Kijk dan hoe mooi die nog glanst. Dus ik vind hem echt nog steeds heel erg leuk. Oké, monsterslijm, jij gaat weer terug in je bakkie. Tot de volgende keer. Rond Halloween heb ik dit gemaakt. Blood Type Slime-O. 9 maanden geleden alweer. Als je goed kijkt, dan zie je ook dit weer is waterig. Dat is altijd met lensvloeistof. Dan gaat het water zich scheiden van het slijm. Dus ik ga dit weer in het bakje gieten. En dan gaan we er naar kijken. En dan als ik het water erin heb gekneed, kunnen we kijken hoe het slijm zich gedraagt. Of die dus nog steeds leuk en speelbaar en dus gewoon goed slijm is. Nou, dit is dus het slimy deel. Nou, dat is dan wat harder geworden. Als je dat dus leuker vindt om mee te spelen, nou, dan kan dat. Zoals je ziet, het is gewoon nat. Dus mijn vingers worden er nat van. Maar het plakt niet aan je handen. Maar ik heb dit toen speciaal gemaakt om echt slime te hebben. Wat gewoon lekker zo naar beneden druipt. Dus ik ga proberen het water zoveel mogelijk hierin te kneden. En dan ga ik je zo het resultaat laten zien. En tada! Weer helemaal slijm. Dit is 9 maanden oud van rond Halloween. En nog steeds helemaal goed en leuk om mee te spelen. En dan mijn Trolls Guy Diamond slijm. Hetzelfde als met mijn blood slijm van net. Je hebt dus een waterdeel en je hebt dus een slimy deel. Nou, vind je dus liever het slimy deel leuk om mee te spelen? Geeft wel enorm af van je handen trouwens, de glitters. Nou, dan kan dat. En natuurlijk kan je dus weer al het water erin gaan kneden om te kijken hoe mooi het er dan weer uitziet. En kijk eens aan, weer helemaal leuk, helemaal goed als slijm om weer gewoon heel erg leuk mee te spelen. Dus dat vind ik gewoon echt het mooiste recept toch, zeemanlijm, wat jammer genoeg niet meer te koop is. En lensvloeistof. Met lensvloeistof vind ik het toch altijd wel heel fijn, want je kan het gewoon weer erin kneden en daarna weer leuk inspelen. Nou, zoals je ziet, hij begint nu wel minder flexibel te zijn dan eerst. Eerder was het toch echt meer slimy en minder scheur, maar ja, wat wil je na meer dan 9 maanden? Meer dan 9 maanden oud. Ja, dan is dit toch een mooi recept geweest wat heel erg lang mee kon. Mijn Trolls slijm en dan met name Guy Diamond moest dit voorstellen. Nou, leuk. Oké, dit was dan weer mijn slijmcollectie van dit keer. Ik zal weer volgende keer weer over 2 of 3 maanden weer mijn nieuwe collectievideo laten zien. En dan kunnen we weer kijken naar wat er van mijn recepten over zijn gebleven. Welke recepten zijn goed en zeker iets om ook zelf te maken. En welke recepten zijn niet goed en gaan eigenlijk niet heel erg lang mee. Vond je deze aflevering weer leuk? Vergeet het dan niet een like te geven. Hier kun je mijn kanaal abonneren als je woensdag slijmdag leuk vindt en mijn slijmcollecties ook leuk vindt om te zien na een post. Hier zie je Gamer Papa's kanaal. Die doet ook woensdag slijmdag en heeft zelfs dit keer ook een slijmcollectie laten zien. Deze video vind je misschien wel leuk en ik zal hier een afspeellijst maken van al mijn slijmvideo's. Doeg! Doepa doe!